Dit is nou een sad begin, jongens. Dit is nou een sad begin. Oh, ik volg onze Sander. En Babushka. Oké, wat? Ah, geen body? Dat is ook voor het eerst in Electrical. Ja, ik heb... Ja, sorry, ik ben ondertussen ook eventjes aan het zorgen dat de rest jullie ook kan verstaan. Maar ja, dus is iets wat best handig is. Maar verder, nee, ik ben bij Admin geweest. Daar heb ik de card swipe gedaan. Daar heb ik volgens mij... Oh, daar heb ik Babushka gezien, maar die is dood. En ik heb Celine de draadjes in storage zien doen. Toen ben ik langsgelopen. Toen ben ik naar Electrical geweest. Dan heb ik daar en de power deferred en ook nog draadjes gedaan. Wie is boven geweest? Want iemand liep nog boven. De stemmen, jongens. Nee, ik ben niet boven nee, geweest. Nee, stemmen niet. Nee, ik skip hem. Yep. Wat? Dat is het enige waarvan ik niet weet waar hij is geweest. Sorry, Stef. Oh ja, ja, ik heb nog niet eens kans gehad om iets te vertellen, maar... Nee, joh. Ik moet even muziek opzetten. Maar... Alles gaat goed eraan, ja. Hoe gaat het met jou? Even kijken, ik moet in Met B nog die ene... Luc. Ik volg Luc eventjes naar Matty. Ja, nu ga ik dood. Oh, valt me nog mee, eerlijk is eerlijk. Valt me nog mee. Jongens, we got him. Het is Stephanie, die heeft Sander vermoord, ik zag het op de camera. Ik zag net Sander op de camera liggen, maar... Ja, ik zag Stephanie, zag ik het doen. Die stond in Admin stond die... Ja, ik stond die, opdacht, dus... Ik had al zo'n vermoedens bij Steve. Ik heb geen idee. Sander? Ook alweer? Welke kleur is Sander ook alweer? Oranje. Oranje. Waar lag Sander ook alweer? In de admin. Milan, jij zit ook op te kijken op de camera. Ja, ik drukte net op de camera. Dus ik heb het niet gezien, maar dat kan ook omdat ik niet goed heb opgelet. Want ik zag wel Aaron, hoe heet het, bij die draadjes staan. Maar ja. ik had het niet gezien. Maar misschien heb ik daar nog niet goed gekeken. We kunnen nu even op Stephanie stemmen. Dan zijn we er klaar mee. Ja, dat is wel heel makkelijk voor jou als jij de imposter bent. Nee, maar ik denk ook dat Steven het is. Want ik stond bij Matt B. En ze ging echt... Het duurde veel te lang voordat zij die ene... Ja, ik vond het ook wel een beetje vreemd. Maar... Ja. Maar de beelden liegen niet om. Yeah. Wie was de andere? Nee. Ja, maar we begonnen echt veel te laat. Met ik wou net zeggen. We moesten even inkomen weer. Ja, Saskia, gebruik jij een touchpad of zo? Nee. Oh, op mijn scherm beweeg je echt heel gaar. Ik ben heel gaar, denk ik. Nee, verklaard. Maar ik kwam ook echt nergens iemand tegen met vent. Het was geen goed mandje. Nee, het is zeg maar zo'n app op mijn laptop. Oh. Babushka, ik hou van je outfit. Godverdomme. What the fuck?
Jezus. Zo. Die is eager. Ja, dat moet je wel tempo in zitten. Het is wel een voordeel, als Eline is het niet. Nee, maar het was echt heel raar, want ik was met... Ik weet dus niet of het nou Luc is, maar die stond bij de garbage disposal waar ik ook stond. Ja, klopt. En ik ging weg en toen was Celine dood. Maar Babushka was ook in de cafeteria, dus... Ik was in de samen met jullie garbage disposal, dus ik was als eerste weg. Ik liep als tweede weg. Okay. Dus iemand heeft daar Celine in vermoord, of iemand is vanuit weapons gekomen heel snel en weer terug. Maar ik was garbage disposal en toen was het weg, garbage disposal, en toen was Celine dood. Ja. Oh, nee. Het was echt heel raar. Het was echt heel raar. Dus of Luc of Babushka. Of Saskia. Ja, of Saskia kan ook altijd nog. Dat kan ook. Dat het een per ongeluk report is ofzo. Ja, dat gebeurt nog wel eens. Of kom ook altijd hoor. Dus. Ja. Nee, maar ik was echt mijn garbage disposal aan het doen. En toen was zo het weg, de blaadjes. En toen was Celine dood. Ja, dat kunnen wij natuurlijk. Ik was echt een taak aan het doen, joh. Ik was echt het aan het wegdoen. Ja, volgens mij zag ik Luc weglopen, maar ik weet het dus niet zeker. Dus we moeten hem opzoeken. Ik ben na het weglopen, maar ik ben naar de rakte toe gelopen om die ging af. Ja, we zijn allemaal weggelopen en toen heb jij de body gevonden. Ja, maar het was meer, ik zag Luc nog weglopen ook, dus hij had ook Celine moeten zien. Dat is meer. Ik heb Celine niet eens gezien. Ja, dat is dus een beetje vreemd. Maar misschien heb je hem gezien, dus hij misschien... Maar deed hij ook de garbage disposal dan? Nee, die stond daaronder. Nee, wij stonden al met z'n drieën. Oh. Ja, zij stond daar gewoon in die gang, naar weapons stond zij daar te wachten. Oh nee, ik heb echt de garbage disposal gedaan, toen ben ik regelrecht naar de reactor toe gelopen. Dus ik heb hem helemaal niet gezien. Okay. Ja, het was iets wat was raar, ik weet het ook niet. Ik skip. Ja. Ja. Sure. Aaron? Tankie vullen, hotse vlots. Ik dacht wel, dit is de eerste kill dat ik gemaakt. Zit er nou iemand tussen het microfoon te hijgen? Ja, ik weet ook niet wie het is, man. Hoezo is de body van zowel Sander als van mij nog steeds niet gevonden? Wat? Is die bijna af of niet? Ja. Oh! What the fuck? Oh, verdorie! Ik schrok me helemaal dat tyfus aankomt hoe kon ook dat van nee, daar zijn we echt gewoon genaaid. Dat is precies hetzelfde, wij deden alle twee slijzen toen was het Aaron die er aankwam. No. Damn it, ik dacht dat we chillin aan het wachten waren. No! Sas, god damn it! Yo, Simon! Leuk als je kijkt. Ik ben nog geen impulser geweest vandaag en dat is een beetje verdrietig. Saskia staat bij me dat, en Luc ook, dat vertrouw ik ook nog niet. Nou ja, dat lossen we maar op. Zie je? Ik zei toch dat ze het op zou lossen? Oh, ik ging stuk om Babushka en ik. Oh, electrical. Oeh, staan zowel Celine als Chillin staan hier. En jezus, wat een drukte. Luc, blijf van me af, dank je. Ik heb... Oh, jezus. Ik heb Aaron gevonden in... Onderaan de cafeteria. Onder cafeteria? Bij die deur, naar... Oké. Okay. Hé, daar kon ik net aanlopen. Oh, dan had je hem waarschijnlijk gezien als ik er niet was. Oh, oké. Okay. Ja. Wie stond er net in Electrical? Ik, hè? Ik, Milan,
Nee, maar wie stond er net, echt nog net? Zodra het body werd gevonden. Oh nee, ik ben niet meer. Ben ik dood? Nee. Ben ik dood? Mijn karakter is grijs. Wacht, Shailene, ben jij... Oh, ga door. Maar wie stond er net in Electrical? Welke twee personen? Ja, dat wil ik ook wel weten. Ik was een security. Ja, maar net toen het ding ging... Was jij in security? Ik was dingen aan het fixen, niet aan het kijken. Echt heel nu naar beneden lopen. En toen was de deur dicht in Electrical. Dan kwam ik uit security. Ja, precies. Daar stonden Celine en ik te wachten. En er waren nog twee mensen daar. Dus ik dacht, ja, sowieso is dat ik heel erg met iemand. Milan heb ik weg zien lopen, inderdaad. Ja. Nee, ik heb niemand gezien vanaf het punt dat Celine en ik Simon 6 deden. Ja, dat klopt. Okay. Ik weet niet wie die tweede is. En dan, Dus we moeten iemand uit. Sander, altijd ja, ik denk dat Sander Luc het als zijn. Ik iemand moet kiezen, moet het Luc zijn, want die was voorgevonden ook al. Hoe heet het? Een goede snelheid achter. Ja, maar ik heb ook net zitten kijken, toen stond hij ergens bij Navigations volgens mij, en de bal ging niet vooruit toen hij wegliep. Was een task, dus volgens mij was hij aan het doen alsof. Ja, maar hey, ik ben 9, ook al 8, twee keer uitgestemd 7, om die 8, reden, hè? Ja, nee, ja, ik denk dat Sander en Luc het zijn. Ik denk dat Sander en Luc het dan is, ja. Sander oh, wat? Ik heb niet gestemd? What the fuck? Sander, ik heb niet gestemd naar ja, ik zag inderdaad I voted bij. Oh, weird. Belachelijk. We moeten even Sander zoeken. Waar hebben we Sander? Sander. Oh, de tactic hè, die ik ook altijd doe. Kijken of er iemand aan komt lopen. Oh, daar komt iemand. Doe het. Lekker Sander. Goed in het valletje laten lopen. En slaan. Wat? Hè? Oh, hij probeert een soort alibi voor zichzelf te kweken, denk ik. Oh, waarom wacht hij daar zo fucking lang op? Dit is ook een super onhandige plek om iemand te killen. Midden in het pad. Oh, daar komt Steve, misschien komt er ook aan. Oh jee. Oh! Yes! Oh. Ja. Goed zo, Sander. Stond die kill er al? Sander, was die killcore dan nog gewoon aan bij jou toen, toen jij Electro stond? Ja, dat duurde zo lang voordat die Babushka killde. Nee, ik was zo bang. Ik eerst het licht uit doen. En denk, ja, ga dan niet die lichten fixen. Wacht even tot iemand eraan komt. Fix je toch die lichten. Vervolgens sta je allebei naar binnen. Ik doe die deur dicht. En ik steeds duurt het kijk laat voor de eigen steeds. Mijn killcooldown was op iets van 3 of zo, dus ik moest wachten. Mijn hart die zonk. Weer geen imposter. Wat is dit nou, jongens? Dit is me niet gegund vandaag. Bartsweepje. Dit wordt weer de compilatie. Wat is dit, jongens? Dank je. Ik heb de body in Electrical gevonden. Niet geweest. Ik ook niet. Nee, ook niet in de buurt geweest. Ook niet. Ik verwacht niet dat de Impuls gaat zeggen dat hij er wel is geweest. Nee, misschien is iemand in de buurt geweest en heeft iemand anders gezien daar. Oké. Okay. Ja. Nope. Heb jij iemand gezien, Milan? Nou, ik heb niet iemand bij Electrical gezien. Ik heb wel toen ik 724 keer de card swipe had gedaan. Toen had ik de O2 gedaan. En daar was Luc ook. En Luc liep dat achter mij. Dat karma, Milan. Nee, dat deed helemaal geen karma. Wacht, haal je dat eens in, Milan? En toen, liep ik naar onder. Je had cards gedaan en toen? Toen zag ik jou daar bij O2, dat klopt toch? Als in bij de O2 in de admin, bedoel ik. En toen liep ik naar beneden, zeg maar, storage in. En toen liep jij eigenlijk achter mij aan. Alleen, jij liep niet achter mij mee naar Electrical. Jij bleef in storage volgens mij, maar dan weet ik niet zeker, die fuel tanken.
Ja, 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 ja. Maar dat heb ik niet meer goed kunnen zien. Ik vind het ook mooi dat Jalen... Oh nee, wacht, dat klopt. Nee, laat maar, even mij. Ook echt de verdachte dat Jalen zo stil is. Ja. Ja, ja. Die vindt het alleen maar grappig dat ik die kaartsite niet kon doen. Ja. Ik ben Babushka en Saskia tegengekomen bij Koms. Ja, jij liep naar rechts en wij gingen naar boven en onder. Ja. Ik sta alleen nou bij admin en met heel veel man. Saskia en met mij. Ja. Ik skip hem. Yo. Ik vind wel dat Sander stil is trouwens. Ja, echt. Oh, ja. Dat moeten we wel even onthouden inderdaad. Ja, dan maar best. Stem ga je gang. Boeien. Maar doe ik ook geen tasks meer. Ha. Kijken wie je dan nog lacht. In posten kan ik geen tasks doen. Lien daar, goed om te weten, goed om te weten. Oeh, een body. Rood heeft kunnen zien dat ik een task deed. Van waar deze... Ja. Dit is wel heel specifiek. Ja, iedereen zei mij. Nee, dat is niet waar. Ik maakte alleen een opmerking dat je niks zei. En iedereen zit op mij. Nee. Wauw. Rustig blijven, Sander, rustig blijven. Ik heb de body gevonden in storage. Ik had een task gedaan in security en Aaron had dat kunnen zien dat het balkje toen omhoog ging. Want Aaron stond daar ook. Ik heb niet op het balkje gelet, maar hij heeft me ook niet gekild. Daar had ik wel een kans voor. Dus. Dat is zeker waar. Ja, maar je kill kon wel eens lang, hè? Dus. Ja. Waar lag het lichaam? Waar lag het lichaam? Oh, in storage. Aan de linkerkant. Iemand iets gezien? Saskia? Ik ben er nog. Ik ben net weer... mijn beeld is net weer kut gegaan. Oh, ik laat jullie eerst even allemaal uitpraten en dan zeg ik het wel. Dus ik kan weer niks. Ik ben niemand. Waarom als het niet gewoon Celine is? Even... Wat? Ja, dat is altijd de veilige keuze. Ja, nee, maar die is... Die weet altijd zo goed zichzelf buiten schot houden. Ik heb ook gewoon Luke stemmen. Gezien. Behalve Saskia. Daarom vroeg ik naar Saskia. Maar Saskia is... Ik kan ook niemand zien. EFK. Wacht, hoeveel taken moet er gebeurd worden? Ik denk best wel veel, hè? Ja, ik moet er nog wel wat. Ik moet er nog redelijk wat. Ja, we hebben dus één iemand die niet kan, inderdaad. Dus. Oeh, ja, dat is ook wel kut, ja. Zullen we over Sander gaan? Of gaan we gewoon voor Skip? Wat was er nou voor Milan? Heeft nou, ik. Want Milan doet dan wel twee keer reporten. En de eerste keer had hij ook Ik wou net zeggen: van gevonden. Het valt mij nog mee dat niemand zegt van nu. Hoe kan het zijn dat je twee keer. Nee, niet. Nee. Ja, jongens, dat is echt een. Ja, what the fuck is dit nou weer voor een move? Echt, nou, jullie zoeken het maar uit ook hoor. Volgens mij is Luc het gewoon hoor. Nee, ik ben er niet. Ik ben op het laatste moment ging Luc hem eruit stemmen. Ja, set of niet, Steve. Ik doe zo mijn best. Eigenlijk moet je gewoon, als je voor de tweede keer een body vindt, moet je hem gewoon niet reporten, want dan ben je altijd genaaid. Fuck jou, Aaron. Je ziet, godverdomme, is wel wrestling. Ik heb mijn lesje geleerd, als je voor een tweede keer een body vindt, nooit reporten, want dan ben je er meteen aan. Ja, dit was echt slecht, maar het was wel heel grappig. Wat het is toch voor dus we moeten gaan. Zit er bij jullie ook een vraagteken? Ja. Ja, inderdaad. Ah, oké. Dat gaat snel. Ja. Oh, ja, wat snel. Wie is nu uit? Luke. Nou, dan word ik in ieder geval niet voor niks uitgewerkt. Nee. Ik weet ook niet of degene die het gedaan heeft nog wil zeggen waarom, of... Ah, Stephanie is even weg. Ik zag het echt letterlijk net gebeuren. Oh. Oh. En toen ging je venten. Nou. Ik zag een mooie hoedje, zag ik.
Dus het is al een hij. Een hij. Dus het is Sander. Ja. Sander dus. Oké. Oh. Ik zag echt Luc dus ik wil even iets toevoegen. Ik weet dat ik niks mag zeggen, maar als hij wordt gezegd, kan het ook een zij zijn. Dat is gewoon Brabants mentaliteit. Ja, dat is ook een hap. Dat is waar. Heb je daar iets te zeggen dan, Sander? Nee. Ik ken dat gevoel. Het was echt heel mooi. Ik zag echt zo'n oranje poppetje en een hoedje net zo nog wegrennen in de Zwente. Mooi. Ja, ik had Sponge nog kunnen blamen, maar nee. Ja, had je kunnen doen. Stephanie? Ben je er nog? Ja, Steve werd gebeld door oma. Oh. Oké, dit wordt natuurlijk mijn doodvonnis weer dat ik nu naar de lichten loop. Maar laat ik maar gewoon weer een goede crewmate zijn en het proberen te fixen. Oké. Vermoeiend. Nou, ik heb alles gedaan. Daar. Hallo, daar. Hallo. Ja, zo gaan ze wel heel makkelijk winnen. Wat is dit nou weer? Oh, hier ook nog een body. Echt Saskia in de hallway tussen reactor en security. Dat kan Shailin natuurlijk ook nog zijn, dat ze daarom mijn body niet heeft. Hey, mijn kern deed het even niet. Ja, dat zijn we wel van je gewend. Sorry. Bij mij, maar ik kon wel lopen, dat is heel raar. Ik kon wel lopen, maar ik zag helemaal niks. Maar ik zag mezelf lopen op de kaart. Oh ja, die heb ik ook een keer gehad. En ik heb zo wel een task kunnen doen. Dat is alles. Electrical of niet? Ja, ik was in Electrical op zoek naar de use button, maar hij deed het niet. Dus ik ben weer weggelopen. Oh, wat Sander was er natuurlijk wel een, dus. Ja, ik heb niks gezien, maar ja, dat kan. Het is sowieso Celine. Hoezo? Gebaseerd op wat? Omdat het ten eerste altijd Celine is. Dus oh, nee, die is wel heel vaak, ja. Goed punt. En ik heb voor de rest bijna iedereen kunnen verklaren, en die zijn niet in de buurt geweest, en Celine heb ik niet gezien. Is Jan en Luc dood? Ja. Ja. Oh, dan ben ik ook dood. Dat was klaar, Luc. Volgens mij ben ik ook dood. Nee, we kunnen nog op je stemmen. Ja. Echt? Oh, dan ben ik dood. Nee, oké. Okay. Maar ik zie hun berichtjes in de chat. Anyway, I don't give a fuck about that. Ja, ik vind het heel mooi dat je bovenop mij gaat, maar ik heb ook... Nou, ik kan voor de rest iedereen verklaren, jij hebt geen alibi. Nee, dat ben ik de rest wel, dus... Nee, ja, ik ook. Nee, ik ga me niet uit laten gooien omdat ik het elke keer ben. But you're gonna fly. No. Ja, I'm flying away. Steph, kan je nog stemmen? Stephanie, kun je stemmen? Ja, ik heb gestemd, maar... Ik kan met de doden praten, jongens. Ja, als je beeld dan kunt, dan kan je dat wel nog. Ja, wat zei ik? Ah ja, alleen maar omdat ik het altijd ben. En toen kwam... ik ben opeens rood. Blijf op af, Sander, blijf op af! Dank je. Ik haat Simon Says echt. Lag in de storage, of de admin. Wie? Jalen. Ik weet alleen waar het niet hoe of wat. Oké. Ja, ik heb weer zoveel mensen in admin gezien. Ja, omdat we allemaal card swipe hadden. Ja,
Exact. Wacht, Milan, ja. Mag je vragen welke task je als eerst hebt gedaan? Als allereerst? In cafetaria die garbage disposal. Oké, dan ben je clean. Dan ben je clean. Basti, wat heb jij zitten doen? Wat? Wat heb jij gedaan? Ik was eerst zo daar bij, hoe heet dat? Niet bij weapons, maar naar iets zo verder door. En daarna ben ik zo naar de... Navigation. De ja. Maar Luc, waarom maak jij dat per se clean? Niet dat ik dat wil tegenkomen, maar... Ik was niet zo goed aan het opletten en ik was zelf ook de garbage disposal aan het doen. En toen ik dus naar beneden toe liep om die onderste te doen, ja. Stond je er ook. En toen dacht ik van, heb ik het wel gezien en daarom vroeg ik dus even... Of hij weet gewoon dat de eerste naar de tweede leidt. Nee. Ik heb ze echt allebei gedaan. Ik heb Saskia ook een beetje te kijken en die was ook een beetje twijfelachtig, een beetje raar aan het doen. Ja, we stonden daar allemaal een beetje gaar te doen in een navigation. Die was echt een beetje... Nee, we waren allemaal echt heen en weer aan het gaan. Dus nee, ik was Saskia op Saskia aan het letten. Daarom was ik daar, omdat ik dacht, joh, waarom loopt die ja, voor? Maar ik zag jou ook dus heen en weer gaan, dus dan ging ik Aron, in de afspraak van, wat de fuck zijn jullie allemaal aan het doen? Aron. Ik was, wat was ik? Jij was ook met ons mee. Ik weet het al, jongens. Ja, echt, hè? Ik heb ook echt iedereen zien lopen. Ik was eerst rechts ik heb jou dus bij niet. Weapons en daarna gewoon via de rechterkant naar beneden toe. Wat doen we? Ja, wat doen we? Skip. Hey Diego, welkom bij de stream. Moet ik helemaal naar de andere kant? Even Luc checken. Als ik een gokje zou moeten doen, zijn denk ik Luc en Celine het niet, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat gokje zou ik nu durven wagen. Ik wil het niet over hebben. Ik wil het niet over hebben. Nee, Steven, we willen het niet over hebben. Exact. We willen het er niet over hebben. Was het in BNB? Want ik zag een vent. Nee, het was in cafeteria. Daar venten ze. We gaan het er niet over hebben. We gaan gewoon lekker snel stemmen. En vergeten dat het ooit is gebeurd. Maar nee, ik wil ook elke keer. Dus. Dan denk ik dat het ook Saskia is. Want Babushka nam net Saskia in... verdediging. Why me? Nou, daarom dus. Daarom. Ik had jou net kunnen killen, Selina. Nice. Niet gedaan. Maar of de kill kan wel eens mee. Ja. Nou, het niet gaat. Dat is helemaal goed. Doe maar. Ik denk ook... Huh? Oh, daar. Ik dacht dat we de Saskia... Oké, Saskia moet het sowieso. Ja. Bruh. Ja. Wat is dit nou? Ik weet bijna zeker dat het Saskia is. Bijna zeker. Ja, dat vermoeden gegeven heb ik ook al dat tijd. Dat komt op basis van meerdere vermoedens. Al sowieso de manier hoe ze naar bepaalde taken toe loopt. Dat ik denk van ja, waarom loop je met een bochtje er naartoe? Sowieso wel. Ja, dat klinkt misschien vreemd, maar zo is het wel. Net, ik liep naar de admin toe. Ik werd al gevolgd, al een beetje heel vreemd. Vervolgens sta ik in de... de admin, sorry. Dat is toch niet waar, jij liep achter mij aan. We stonden niet in admin, we stonden bij de camera's. Dat bedoelde ik. Nee, jij volgde mij. Dus ik sta daar binnen. En toen zag ik op een afstandje al kijken, kwam ze op een gegeven moment binnen lopen. En ik weet zeker, heeft een geest, ik weet niet wie we net uit hebben gestemd, die heeft die deur dicht gedaan om mij te vermoorden. Maar de killcooler was nog niet, ze had dus niks kunnen doen. En toen liep ik weg en Milan zag het gebeuren. Die zag ook zo van, ja, dit klopt niet helemaal, toch? Ja, ik vond het ook heel raar in ieder geval. Ja, dus ik stem Saskia. Ja, doei. Doei. Zelfs no de laatste woorden. Nee. Leuk als jij het bent, hè. Dan kunnen we hier naar Luc op Luc stemmen.
Ja. Hoppa. Maar op zich was ik je allemaal echt niet aan het volgen. Ik wacht zo en ik ga bij de camera kijken. Dus dat was wel... Nee, maar je liep er echt heel vreemd achteraan. Je liep het zo, stond er zo stil te kijken. Vervolgens liep je weer verder van, hè, wat? Ja, en ik ging expres met vertraging achter jullie aan. Want mocht er dan iets met Luc gebeuren, dan wist ik het zeker, zeg maar. Oh, oké. Nee. Maar het is wel mijn lopen. Ik loop met een muis en blijkbaar loop ik dit tegen muren aan. Dat gaat gewoon niet zo goed. Dus mijn lopen ligt meer aan die handen. Waarom loop je niet gewoon op pijltjes? Dat klinkt ook echt als je juist. Omdat ik niet, zeg maar, ik kan maar met één hand. En anders dan moet ik dit muis en pijltjes wisselen en dat is echt heel kut. Oh, in één keer rotsenvlot. Oeh. Oké, ik heb de body gevonden in weapons. En ik net van tevoren zag ik volgens mij Chillin er wel vandaan lopen. Maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Nee, ik kwam er niet vandaan. Ik kwam juist van de andere kant. Ik kwam van de cafetaria. Oké, okay, ja, daar kon ik dus niet... Ja, je kwam van de cafetaria, maar je moet door cafetaria heen om bij Edmund te komen. Ik ben helemaal niet in weapons geweest. Echt nee, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ik kwam wel veel tegen. Ik was er nu in storage. Ik weet zeker dat Saskia en Steve niet zijn in ieder geval. Die zaten bij mij met reactor en daarna helemaal links beneden. Dus dat is niet bij Weppets. Ik denk dat het Celine is. Het is Oprecht is dit. Jij gaat echt avond. Maar Aaron gaat wel heel fel op zo. Ja, inderdaad. Als het niet is, dan moeten er nog 2 kills gemaakt worden. Dat is wel risky. Ik vind wel dat we makkelijk van Celine afgaan. Ja, dat ook. Nee. Ik ben er niet, echt niet. Ik ben helemaal niet in weapons geweest. Ik was die garbage ding aan het doen in de cafetaria. Heeft iemand anders iets gezien? Nee. Kut. Nee. Ik denk dat iemand gewoon is gaan venten. Hmm. Het is jammer dat Babushka dood is, die weet welke waarheen gaat. Ja. Welke vent zit toch connect eigenlijk? Oh, hoe heet het? Die gaat naar navigation en naar shields, die vent. Ja, naar die gang volgens mij. Ja, naar de gang bij shields inderdaad, dat klopt. Ja, ja oké. Okay. Nee, dan... Ja, daar ben ik ook niet geweest trouwens. Ik ben in Electrical voor het laatst geweest. Ik vind het lastig. Nou, ik skip, want ik weet het niet. Hoe overtuigd ben je, Milan? Ja, niet 100%. Dat is zo gevaarlijk. Dat is wel. En ik wil het niet voor ons verneuken, snap je? Ja, je verneukt het wel als je mij eruit stemt. Oh, dit is zo lastig. Nee, dat is echt zo. Ik ben het niet. De meeste hebben nou toch al geskipt. Ja, sorry jongens, mijn oma die zit is een beetje in de war en die belt me steeds en dan ik kan wel mijn taak doorspelen, dan maar ik kan niet met 2 verschillende mensen praten. Nee, dat niet. Aaron killed me. Oh, valt me mee. Wacht. Ik heb sponge gevonden in cafetaria. Cafeteria? Ja, maar sponge... Die lag er sowieso al uit, toch? Omdat ze uitgelogd was. Ja. Ja, dus ja, waarschijnlijk bleef ze gewoon staan. Ja, maar iemand heeft zien wij haar dan ook als body? Nee, of... ja, daarom. Wat Shailene zegt, dat klopt wel. Op het moment dat zij daar gewoon blijft staan, zeg maar. En iemand anders killt haar omdat ze daar nog steeds staat, zeg maar. Dat kan toch of niet? Ja, volgens mij wel. Alleen het probleem is... Ja, oké, maar stel, want ze was ook uitgegooid. Ik bedoel, als zij uitgegooid wordt door de game... Ja, dat is anders. Ja, nee, dat is waar. Maar is ze wel echt gekilled. Dat probeer ik te zeggen. Ja, nee, dat klopt wat je zegt, Sander. Hebben we er wel een imposter uit? Nee, dus we moeten nu iemand eruit stemmen. Ja. Oké, nou, van Milan, Sander en Celin, die heb ik wel gezien. Sander heb ik samen mee opgesloten gezeten. Milan en Celin heb ik de reactor mee gefixt. Dus ja, dan is er nog maar eentje als die... Ik weet. Ja, als ik zou moeten kiezen, zou ik sowieso Aaron zeggen. En dan is Chillin mijn tweede. Ja, hoeveel kans had ik om jou te vermoorden? Word je onder fucking Electrical? Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Nee, Steve, ja, dat klopt. Gewoon op de verdediging nee, dat klopt. Door wat heel je snel zegt. Iemand anders aan te wijzen. Shit, nu weet ik het helemaal niet meer. Dan is het Sander.
Nou. Nee, dat is een grapje. Nee, Sander, niet boos worden. Het is een grapje. Ik heb wel met Sander net opgesloten zitten bij... Knus. Storage. Dat maar ja, dat kan... Ja, dan kunnen we gewoon weer op ons... dan kunnen we gewoon op het veilige pad om Shailene eruit te stemmen. Dat is sowieso veilig. Die was vorige keer al... Oh nee, ik heb Aaron gestemd. Dat vind ik veilig. Ja, ik stem op Aaron. Ik weet helemaal niks van Aaron. Ik heb de rest ook gezien. Ik heb Aaron ook echt... Shailene, je hebt me gezien in Electrical. Ja, heel kort. Ja, maar als Aaron niet is, dan zijn we nou af. Maar ja, ik... Daarvoor stond ik er wel eerst nog met een minuut lang met... Milan. Jongens, dit is echt heel dom. Ik ben het niet. Dan zijn we nou af, toch? Dan zijn we nu af, ja. Dat zeggen ze allemaal. Shailene? Ja. Dan is Milan? Dan hebben we nou verloren, ja. Ah, Sander, je hebt echt een vieze anus. Ja, dat is mijn schuld. Ja, dat is mijn schuld. Very, very stupid. Dankjewel, Milan. Je hebt het zoveel makkelijker gemaakt. Ja, godverdomme. Ik doe ook maar wat, hè.